12 mei 2011 opende minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de dag van de verpleging in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis in Amsterdam. Daar werd ze door de verpleegkundige met open armen ontvangen. Nou, als je ergens binnenkomt en je wordt zo toegezongen, dat vond ik echt geweldig. Marianne Kaljouw overhandigde het eerste exemplaar van de kernset e-overdracht in care. Deze set met vragen helpt verpleegkundigen om de overdracht van hun patiënten naar een andere zorginstelling te verbeteren. VNVN staat voor verpleegkundigen en verzorgenden en dat staat nu gewoon echt op de kaart en daar ben ik vreselijk trots op. Pilot Excellente Zorg maakt het verschil ook in het OVG. Onze raad van bestuur staat heel zichtbaar en bewust achter haar verpleegkundigen. Het OVG heeft samen met de VNVN een toonaangevend programma opgesteld om excellente zorg te bieden. Zo doen de verpleegkundigen meer kennis en kunde op en krijgen ze meer plezier in hun werk. En dat komt de patiënt ten goede. Wat maakt voor jou de dag van de verpleging zo bijzonder? De sfeer. En het OVG die organiseert altijd heel veel omheen. Wat maakt voor jou zo leuk om hier in het OVG te werken? Omdat dit een ziekenhuis is wat midden in de stad staat. Wat heel dynamisch is en wat dat ook heel erg uitstraalt. Wat ik vooral uitdagend vind is de kans die je krijgt als verpleegkundige om hier je te ontwikkelen. Lilian, hebben wij een goede verbinding vandaag? Ik hoor jou prima. De 5 andere ziekenhuizen van de ziekenhuisgroep Santillon gaven via teleconferencing een speciale boodschap aan de minister over het belang van verpleegkundige zorg. Onze verpleegkundigen zijn de drijvende kracht van ons ziekenhuis. En die kracht moeten we koesteren. Wat maakt jouw werk hier zo uitdagend? Als afdelingsleider vind ik het heel uitdaging om te zorgen dat de verpleegkundigen op een goede manier de kwaliteit kunnen geven die ze moeten kunnen geven voor de patiënten. Dan kom je in aanraking met verschillende mensen, verschillende culturen. Ik zeg, u staat in de spotlights vandaag en dat is terecht. Geniet ervan. Ik heb niet voor niks gezegd dat de verpleegkundige beroepsgroep, maar ook de verpleegkundige die ik spreek, echt de beroepsgroep is in Nederland die het meest creatief is, ambitieus en zoekt alsmaar naar verbetering. Voor haar vertrek drukte minister Schippers alle verpleegkundigen op het hart om te blijven aangeven wat nodig is voor de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. En als u nou met mij blijft meedenken, uw frisheid en creativiteit bewaart, dan probeer ik aan mijn kant weer ruimte te geven, zodat u er daadwerkelijk wat mee kunt. Dank u wel en veel plezier vandaag.